Mijn Gerse gast van vandaag is een van de grappigste mensen van Nederland, cabaretier en muzikant Mike Baudet. Vroeger in Rotterdam hadden wij het altijd over Gers en Biek. Mm-hmm. Dat, voor mij zijn dingen nog steeds Gers en nog steeds Biek. Vette shit is meer dan leuk, want vette shit is dopemeuk. Hij heeft een heel bijzonder levensverhaal en we hebben afgesproken in Theater de Castagnet in Rotterdam-Schiebroek. Mike! Hey! Hoe is het? Ja, goed. Ja. Je ziet er scherp uit. Nou ja, voor zo goed als het gaat. Meer dan dit wordt het niet, hoor. Ik zeg het, je bent in vorm. Hey, de Castagnet, waarom wil je hier afspreken? Nou, hier heb ik heel veel voetstappen liggen. Op woensdagmiddag dan kwam hier door de buurt zo'n autootje met zo'n grote toeter erop langs rijden. Ja. Jongens en meisjes, hedenmiddag, Tarzan en de apen. Wijkgebouw Castagnet. Kaarten bij Boekhorst en Van der Ree. En dan gingen wij hier naar de film. En ik heb hier concerten gezien. Ik heb hier bijvoorbeeld een keer met mijn vader Louis van Dijk gezien, de pianist. Oh, ja? Dat was een topper. Ja, dat was een hele goeie. En daar hadden wij platen van. Dat was, mijn vader had daar platen van. En die zei, je moet even naar hem toe gaan en dan moet je even een verzoekje doen. Dus ik zo, dat was 5 hoor. Ja. Dus ik 2 nummers van een van die platen genoemd. En die heeft hij toen tijdens het concert ook aan elkaar geïmproviseerd, was ik helemaal trots. Wauw. En dat was wel een van de beslissende momenten in mijn leven. Ja, waarom? Nou, ik denk wel dat mij mede ertoe aan heeft gezet om te willen improviseren. Een piano te spelen, maar vooral improviseren. Ja. Maar wat trok jou dan zo? Wat raakte jou? Nou, ik vond de vrijheid zo mooi. Hij ging dan in de pauze ging hij aan een tafeltje zitten hier achter de zaal. En dan kon iedereen aan zijn tafeltje gaan zitten en kon verzoekjes doen. En die gingen dan allemaal spelen. En dat had een soort vrijheid en een soort... het was anders dan die klassieke muziek die ik vaak thuis speelde op pianoles. Omdat het zo weinig aan regels gebonden was. En dat sprak mij enorm aan. Hé, maar het is wel veranderd natuurlijk. Heel erg. Ja, vroeger was het niet om aan te zien. En nu is het iets meer om aan te zien, vind ik. Iets meer om aan te zien. Maar ze hebben gelukkig wel die oude letters erop zitten nog. Zullen we eens binnenkijken? Ja, graag. Heel graag. Gaan we doen. Het heeft iets meer kleur nu, vind ik. Was dat een beetje grauw? Ja, heel grauw. Ja. Schiebroekse gemeenschap. Maart 1977, dames en heren. De 22e jaargang. Louis van Dijk in de Castagnet. Jawel, 3 april. De dag voor mijn ouders verjaardag. Ze zijn allebei op dezelfde dag jaar. 14:30. En kijk. In de wijk gespeeld. Louis van Dijk in de Castagnet. Voor het piano recital op 3 april geeft hij geen programma op. Hier. Improvisatie. Hij past het aan het publiek. En de heersende sfeer in de zaal. Kaarten 2,50 bij Boekhorst en Ad van der Ree. Ja. Peppelberg. Ja, god, vroeger leek dit eindeloos groot, joh. Was daar het filmdoek. Looney Tunes. En Herbie, het kleine Volkswagentje. En die zaal die leek, nou ja, zo groot als Cinerama, weet je wel. Maar het is eigenlijk niks. Het is nog niet eens een gymzaaltje eigenlijk. Grappig, hè? Hoe dat vertekent.
En vanaf welke leeftijd speelde jij? Ja, vanaf mijn 5e ongeveer. Maar heel sumier, hè, met 1 vingertje. Maar toen zat ik melodietjes na te spelen van de radio. En toen dacht mijn vader van, nou, misschien is het wel handig om hem een beetje een kader te geven. Dus toen is hij naar een lerares gegaan in Hillegersberg. Ricol heette zij, een hele oude dame. Heel lieve oude dame. Dan moest ik hier in de hoek van de kamer staan, zo. In het hoekje. Met mijn gezicht naar de muur. En dan deed zij... even kijken, is de piano open? Ja. Deed zij, oké, wat is dit? Dan moest ik zeggen, mineur 7. Majeur 7. Half verminderd. Moest ik al die akkoorden benoemen. Aan noten lezen hebben we eigenlijk heel weinig gedaan. Ja. Want zij zag onmiddellijk in dat ik eigenlijk meer van het improviseren was. Dat paste heel goed bij mij. En dat zag ze meteen in. En ze was ook streng. Ja. En als ik niet studeerde, ging ze ook naar mijn moeder van... Nou, mevrouw Baldé, u moet nou wel echt zorgen dat hij gaat studeren. Want anders dan kom ik niet meer, hoor. Was heel streng. Was dat goed voor jou? Ja, was goed. Had ik echt nodig, anders deed ik geen fuck. Zat ik alleen maar... ja, dan zat ik alleen liedjes van de radio na te spelen. Ook leuk, ook handig. Maar zij vond wel dat ik ook een beetje Haydn en een beetje Mozart en een beetje van alles wat moest spelen. Ja. Ja. Waar gaan we naartoe? Laten we maar naar mijn oude huis gaan. Dat is toch hier vlak achter. Dat is goed. Adrianenlaan 139. Doen we wel. We gaan wel met de auto, hè? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, denk jij dan? Ja. Waar woont die dan? Hier, nummer 139. Een mooi huis. Ja, dat was een chic huis, hoor. Zo! Met een kelder eronder. En mijn kamer was helemaal daarboven. Eerst hier met die 2 raampjes. Heel klein kamertje. Ja. En toen werd ik gepromoveerd naar boven. Promotie. Ja. Hey, wat was je voor kind? Enigszins dromerig jongetje, denk ik. Mijn broers en zus waren allemaal veel ouder, dus ik was ook best wel veel op mezelf. Mm-hmm. Dus ik heb ook geleerd om mezelf in mijn eentje te vermaken. Dus ik heb 100.000 keren hier met een voetbal zo 1-2'tjes gemaakt met de schutting, weet je wel, zo in mijn eentje. En weer terug met links en tegen het hek aan. Kon je een beetje voetballen? Nee. Dat niet? Nou, ik was wel tweebenig, maar dat was dan ook alles. Ja, ja, verder tweebenig, maar heel slecht. Ja. En kijk, ja, de kelder was heel belangrijk. Daar bouwde ik hutten en daar heb ik getafeltennist. En mijn broer had daar zijn scheikundedoos, weet ik nog. Mijn broer die was helemaal vanaf zijn 5e gek van scheikunde. God mag weten waar hij het vandaan had, maar die kreeg een scheikundedoos. En dat is hij de rest van zijn leven blijven doen, scheikunde. En die heeft toen met oud jaar, had hij gezegd, ik ga Bengaals vuur maken. Zo? Dat vonden we nogal ambitieus. En spannend. En spannend. En toen kwam het vuurwerk ging om 12:00 de lucht in. Om 12:30 kwam Harry met zijn Bengaals vuur. Hier midden op straat, hiervoor. Ja. En dat stak hij aan. En toen heeft de hele Adrianenlaan heeft tot 5:00 's ochtends gebaat in het felle licht. Het leek wel alsof er een atoombom was afgegaan. Ja. Maar dat was het wel, een goede scheikundige. Ja, dat heeft hij goed gedaan. Ja. Nee, mijn broer die is in 96 alweer overleden. Oh, echt? Waar is hij aan overleden? Aan slokdarmkanker. Ach. Ja, heel naar. En wat voor band had jij met hem? Hele goede band, ja. We waren allebei helemaal gek van muziek. Hij speelde ook piano. En hij kon heel goed andere mensen imiteren. Ik denk dat ik dat een beetje van hem geleerd heb toen. Hij ging wel eens naar van die congressen in het buitenland en dan kwam hij thuis en dan imiteerde hij een
een Indiaanse professor of een Japanse professor, weet je wel. Yes, we would like to eat this for the vegetable, yes, thank you very much. Hij kon dat geweldig. En daar moesten we altijd vreselijk om lachen. Dus ik denk dat ik daar een klein beetje geleerd heb om te imiteren. Ja. Dus je broer is eigenlijk ook een inspiratiebron geweest. Zeker, absoluut. We gaan heen. We gaan gezellig naar de begraafplaats. Zo, ja. Dat is gezellig. Ja, leuk hè? Nou, ben benieuwd. Nou, ik ook. Ik ook, zegt hij. Zal mij benieuwd. Ja, joh. Waarom wil je niet naar de begraafplaats? Nou, ik had... als kind zat ik hier verderop op de Berglusschool. En ik had een soort fascinatie voor die begraafplaats. Waarom? Ten eerste vond ik begraafplaatsen heel boeiend op de een of andere manier. De dood sprak me aan. En ik vond daar altijd van alles. Muntjes en oude pijpenkopjes van goudse pijpen en scherfjes. Oh. Hey, en denk je ook vaak aan de dood? Nou, valt wel mee. Ik ben zelf niet zo bang voor de dood. Het enige waar ik nu bang voor ben, is dat je er te vroeg ertussenuit knijpt voor je kinderen. Dat zou voor hun heel vervelend zijn. Heel naar. Maar zelf bang voor de dood ben ik niet meer zo, eigenlijk. Dit wel geweest? Ja, vroeger wel. Als kind was ik vreselijk bang voor de dood. Dat is ook heel natuurlijk, denk ik. Maar toen ik eenmaal mijn broer had zien sterven en een aantal mensen in de dood had gezien, opgebaard had gezien ook, had gezien hoe rustig dat er allemaal uitziet. En toen was ik eigenlijk niet meer bang voor. Nee, totaal niet meer. Je hebt best wel een zware periode gehad in je leven. Ja. Depressie. Zeker. Heb je toen wel veel aan de dood gedacht? Ja, dan ben je voortdurend met de dood bezig. Ben je geobsedeerd door de dood. Ja. En vooral omdat je dan door je depressiviteit denkt dat er voor jou geen oplossing is. Dan denk je van ja, dan is de dood eigenlijk de enige uitweg. Dus ik raakte heel erg geobsedeerd door de dood. En moest telkens vechten tegen die gedachte aan de dood. Hoe deed je dat? Ja, proberen mezelf af te leiden. Ik ging fietsen, wandelen, zoveel mogelijk bewegen. Hielp dat? Dat hielp in ieder geval voor zolang als je fietst of wandelde. Daarna komt het weer keihard terug. Maar dan was je in ieder geval even een paar uur redelijk om je heen aan het kijken. En praatje maken met de barman als je ergens naar binnen loopt. En, even afgeleid. Even een beetje afgeleid. Ja. Ja. Maar wat je vaak hoort is dat juist in zo'n depressie muziek je erin kan slepen. Nee, maar dat was bij jou dus helemaal niet. Nee. Nee, ik was een beetje hypergevoelig in die tijd. En muziek raakte me gewoon te hard. Dat was echt alsof ik emotioneel een klap in mijn bek kreeg, weet je wel? Ja. Dat deed pijn. En pas later, toen ik weer een beetje in mijn evenwicht kwam, toen kon ik weer naar muziek luisteren. Toen was het wel heel fijn. Ja, maar de moeilijkste periode heb ik totaal niet naar muziek geluisterd. Zat je toen veel te huilen? Nee, ook niet eigenlijk. Nee, je bent gewoon totaal zwart en angstig en wanhopig en ja, god man, dat is dan een kuttijd. Heftig hè? Dat is heel erg kut. Ja. Hoe ben je er uiteindelijk uitgekomen? Pilletje. Bij mij werkte op een gegeven moment ineens een pilletje. En dat ging als een trein. Toen ging de zon weer schijnen? Ging de zon weer schijnen en toen hebben we nog een paar keer opgehoogd omdat het toch nog niet helemaal je dat was. En toen zei die psychiater op een gegeven moment, ja, nu moet je gewoon een baan gaan zoeken en aan de slag. En al doe je maar één dag per week, huppakee. Dus toen ben ik allerlei gekke baantjes gaan doen. Ja, staan we hier over de dood te praten met al die juichende kinderen om ons heen. Geweldig, toch? Ja, dat is geweldig. De dood en het leven, zo dicht bij elkaar, mensen. Wat was de oorzaak van jouw depressie? Dat weet ik niet. Even stoppen daarmee. Nee, ik denk... Ik denk dat ik gewoon gevoelig daarvoor ben. Dat zit ook een beetje bij ons in de familie. En als de stress te hoog gaat opbouwen, dan reageer ik door er somber van te worden. Dus als ik
zes keer in de week moet optreden en ik moet overdag nog iets doen en ik heb nog een sociaal dingetje en nog dit en dat. Dan binnen een aantal weken word ik somber. Ja. Dus dat moet ik niet meer doen. Als je dat weet, ja precies. Ja. Als je het weet, kan je daar rekening mee houden. Maar ik slik nog steeds een pil. Al, even kijken, 21 jaar. Als je dat op de been houdt, is dat prima? Ja, ik vind het prima. Ja. Ik zit er niet mee. En je staat er goed bij, hoor. Nou, toch. He? Dat ziet er wel prachtig mooi uit. Nou, hartstikke goed, man. Ja, hoor. Ik heb genoten van je. Fijn. Je bent echt een kerstgast. Nou, je bent een toffe biekengeuze. Biekengeuze.